Our Heavenly Father, we approach your presence. We lift up our hearts, our mind, our soul, and our spirit into your hand. The entrance of your word will bring a lot of light, will bring life, will bring faith, will bring change, will bring transformation, will bring eternal life with Christ in our hearts. What is your word to child? Is your word not like a sledge of hammer that will grind and break into pieces the rock? Lord, we lift up your word. I will pray that this word will germinate in our hearts. And we will come forward with fruits. 60-fold, 30-fold. That you will lead us by your grace. A people that will not be hearers of the word, but doing nothing with it. We need you to open our eyes to behold your word. Give us faith to receive the engrafted word of God that is able to keep us pure and holy. It is your word that can transform. It is your word that can change. It is your word that sanitizes and sanctifies. For your word, O Lord, is forever settled in heaven. Heaven and earth shall pass away, but not a jot, not a tittle of your word will go unfulfilled. Lord, I pray that we run with this word, that we will live it out. A people of Jesus, that will speak forth the word, and the enemy cannot stand it. Faith coming by hearing, and hearing by the word of God. Let our faith grow. Give me the utterance. Anoint my mouth. Anoint my tongue, my vocal cord. Anoint the ears of the people. Every itching ear, I resist you and I exercise authority. I command the enemy of the world. Satan, I command you to leave the people of God. I silence your word. I silence your confusion. I silence your voice. You will not take away the living word of God in the heart of the people. For we have laid our head upon the plow, and we are not looking back anymore. In Jesus' name I pray. Amen. We are continuing with the word, the topic we have started for some time, since actually 17th of December. Vanaf 17 december zijn we begonnen met een onderwerp en daar gaan we dus mee door. And we are going to continue looking into the word of God. On revisiting the Ten Commandments. En we gaan er nu door om te kijken in het woord over het herbezoeken van de 10 geboden. Today I'm going to walk through the Ten Commandments as we have it in Exodus chapter 20. Vandaag gaan we er doorheen door de 10 geboden zoals we het hebben in Exodus hoofdstuk 20. I told us that we are going to look into the first four. Ik heb ons gezegd dat wij in de eerste vier zullen doorheen gaan vandaag. Of the commandment of God. Van de geboden van God. Which relate back to God, between God and the man. Die relateert zich terug naar God, tussen God en de mens. Exodus chapter 20. Exodus hoofdstuk 20. Last week I told you about the nature of the law. Verleden week heb ik u verteld over de natuur van de wet. And I told you about the effects of the law. En ik heb u verteld over de effecten van de wet. Today we want to look into the law on its own. Vandaag willen we echt kijken naar de wet zelf.
And I pray that you will open your heart. En ik bid dat u uw hart opent. That you will open your mind. Dat u uw gedachten opent. Allow the word of God to come upon you. Sta toe dat het woord van God bij u komt. To correct you. Om u te corrigeren. To enable you to understand the commandments. Om u te bekrachtigen om de geboden te kunnen begrijpen. The law, the word of God cannot be broken. Het woord van God die kan niet verbroken worden. The Bible says, search ye the scripture. De Bijbel die zegt, onderzoek het woord. For in them ye think ye have eternal life. For dan hebt u eeuwig leven. For they are the things that speak about me. Jesus was saying in John chapter 5, 39. Johannes 5, 39. Want dat zijn de dingen die over mij gaan. Dat heeft Jezus dus gezegd. Now let's go back to verse 1 of Exodus 20. Laten we teruggaan dus naar Exodus 20, 1. And God spake all these words, saying. Toen sprak God al deze woorden. Now, I want you to understand. Ik wil dat u begrijpt. That it was God himself. Dat het was God zelf. That spoke the word. Dat het woord ging spreken. It was not Moses as it were. Het was geen Mozes. It was not the angels. Het waren niet de engelen. But the Bible said God spoke. Maar de Bijbel die zegt dat God sprak. In verse 2. Vers 2. I am the Lord thy God, which have brought thee out of the land of Egypt, out of the house of bondage. Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. I want you to understand that God started by introducing himself. God is zo begonnen door zichzelf te introduceren. He says, I am the Lord thy God. Hij zegt, ik ben de Heere uw God. And that settles it. En dat maakt het af. The next thing he says in this verse. Volgende dat hij zegt in deze vers. God tried to bring them back or bring their attention again towards himself. God heeft geprobeerd om weer de aandacht van de mensen te trekken. When you hear God speak. Wanneer je God hoort spreken. God is very methodical. Is God heel methodiek. God speaks and his speech. His words are very clear. Zijn woorden die zijn heel duidelijk. When before he's already listing out the commandments. Voordat hij die geboden heeft daar gezet. He started by letting them know his goodness. Hij begon eerst dan om zijn goedheid te laten weten aan de mens. You know, when we go to our children. Wanneer wij naar onze kinderen gaan. Or when we call them. Wanneer wij hun roepen. And all we give is instruction. En alles wat we geven is alleen maar instructies. Do not do this. Doe dit niet. Do not do that. Doe dat niet. And the children do not see us around. En de kinderen die zien ons niet. They don't see us show them that we are their father. En we laten de kinderen niet zien dat wij hun vader zijn. We are not leading them. We leiden hun niet. We are not standing for them. We staan niet voor hun. We are not showing love. We laten de liefde niet zien. We do not reach out to know their wants and their desire and the things that they need. We reiken ons niet uit om meer te weten over hun wonden en hun nood. They don't see you when they go to school. Ze zien jou niet als ze naar school gaan. Because you need to wake very early in the morning. Want je moet heel vroeg opstaan. And you come back very late. And when you come home, they are sleeping. En je komt heel laat terug. En wanneer zij thuis komen, ben je aan het slapen. And you are engaged with the things that you do. En je bent heel erg bezig met de dingen die je doet. It's about your work. Het gaat over je werk. It's about your career. Het gaat over je carrière. It's about your sports. Het gaat over je sporten. When you're at home, you close up. Wanneer je thuis bent, dan ben je helemaal stil. It's about computer. Het gaat over computer. You, it's just anything that is about you.
Het is alles maar als het gaat over jou. On the Christmas day. En op de kerstdag. They don't see you there. Ze zien je daar niet. When they have program in their school. Wanneer ze een programma hebben op school. And other parents come to school. En andere ouders die komen op school. You are not there. Ben jij daar niet? And sometimes they will need to walk back home. En soms moeten ze teruglopen naar huis. While it is raining. Wanneer het aan het regenen is. Other children will see their parents come and pull off their car and take them in the car. And your daughter, your son will be there alone. En andere ouders die zijn daar om je kinderen te helpen in de auto. En jouw kind die is daar alleen. And sometimes you forget. En soms vergeet je. That your child is waiting for you at school. Dat jouw kind op jou wacht op school. Because we are involved in one thing or the other. Maar omdat je met de een of andere iets bezig bent. And that child will be there. En het kind die zal daar zijn. Every single other child was picked up by his or her parents. Elk ander kind die is al opgehaald door de ouders. And she'll be there in the rain. En zij staat daar in de regen. Shivering and it's hungry, hello. Gewoon aan het trillen en die is gewoon hongerig en alleen. She looks at the time. Ze kijkt naar de tijd. Half an hour has passed already. Er is al half uur gepasseerd. And you remember. En je herinnert je. And you drop down. En je rijdt daar naartoe. And you just open the door. En je opent de deur. You ask her or him to come in. Je vraagt haar of hem om naar binnen te komen. And you see the face of the girl. En je ziet het gezicht van het meisje. She is disappointed. Zij is zo teleurgesteld. She feels bad. Ze voelt zich echt. She feels that she's in the wrong family. Ze voelt dat ze in een slechte familie zit. And you don't care. En het maakt jou niet uit. You keep playing your music. Je blijft je muziek spelen. And this child goes up. En deze kind die groeit. And cries. En die gaat naar boven en die huilt. Then the next day, en de volgende dag. You tell her, dan vertel je haar. In this house, in dit huis. You don't drink Coca-Cola. Drink je geen Coca-Cola. In this house, in dit huis. You don't watch TV. Kijk je niet naar tv. And that child, en dat kind. Die zou heel erg gaan rebelleren. Every single thing you say, she will oppose it. Alles wat je zegt, dan zal hij er tegenin gaan. She will fight it. Ze zal het tegenvechten. And she will deceive you. En die zal u voor de gek houden. She will not belong to that family. Ze wil niet tot die familie behoren. God help you. God help you. When she gets another friend. Wanneer zij een andere vriend krijgt. Who will identify with her. Die echter zichzelf met elkaar gaan identificeren. She will pour her heart to that girl. Zij zal haar hart uitspreken naar dat andere meisje. She will go to their home. Zij gaat naar hun huis. Every day she will tell you, ik heb afspraak. Is it afspraak of afspraak? Elke dag zal ze daar afspraak hebben. Is it afspraak of afspraak? Afspraak. That they needed to come together to do some project. Dat ze een project hebben en dat ze samen moeten komen. Because that girl is there with her. Want dat meisje is daar met haar. She, your daughter, begins to fit in into another family. De dochter die begint daar in te fitten, zeg maar, in die andere familie. She loves the family. Ze houdt van die familie. And here you are. En hier ben je dan. A man of God. Een man van God. And yet your daughter attaches herself to an ungodly atheist who doesn't believe in God, but still she sees something different with them. En daar ben je dan dat jouw kind die gaat zich vasthechten aan een familie atheïst die gelooft helemaal niet in God, maar toch ziet hij iets anders in die familie dan. You will not buy them shoes. Je koopt geen schoenen voor hun. Christmas Day, nothing as it gives. Kerstdag, niks als een cadeau. I'm not talking about people who spoil their children with rubbish. Ik praat niet over mensen die hun kinderen met nonsens verwennen. And make them, the children, if they don't have whatever they want, no peace in the house. I'm not talking about such parents. Ik praat niet over zulke ouders dat kinderen echt gaan manipuleren, zeg maar, van dat ze moeten hebben wat ze willen. I'm talking about the parents. Ik praat over de ouders. That will show love. Die dat liefde laat zien. And that love is mixed with discipline.
En die liefde die is gemixt zeg maar met discipline. The child will receive the discipline. Een kind die zal die discipline ontvangen. With all joy. Met alle vreugde. Because he knows. Want hij weet. I have a good bed. Ik heb een goed bed. I have a good phone. Ik heb een goede telefoon. My father takes care of me. Mijn vader die zorgt voor mij. He takes me every 4 weeks to go to bath my hair. He dresses me and he brings me bath. Hij neemt me iedere keer naar de kapper toe en then, hij brengt mij naar huis. When you take the phone from that boy, wanneer je die telefoon van die jongen afpakt, he will understand. Zal hij begrijpen? And you love him. Dat je van hem houdt. When you tell that child to go up at 8 o'clock, it's time to sleep. She sees and she knows. Father has, I may not understand him, but I can see he has shown me love. Wanneer je die jongen zeg maar om 8 uur naar boven stuurt, dan zal hij dat begrijpen, want hij weet van, ik begrijp niet alles van mijn vader, maar die houdt van mij. When he looks at you, wanneer hij naar je kijkt, and you say we have another father, en je zegt je hebt een andere vader, and he is greater and greater than all, en hij is groter dan alles. He doesn't want us to do this and do this and do that. Hij wil niet dat wij dit en dat en dan doen. This young boy or girl will see you, the physical father. Deze jonge man of jonge meid die zal jou als vader zien. That you are no nonsense father. Dat jij een no nonsense vader. But yet you still love him. Maar toch hou je nog steeds van hem. You are a disciplinarian. Je bent een gedisciplineerde. But there's something in your eyes. Maar er is iets in jouw ogen. That shows that you are there for him. Die laat zien dat je daar bent voor hem. He will accept God. Hij zal God accepteren. If my father, who I know, is a disciplinarian. Als mijn vader wie je kent is een disciplinaire man. Because I see he's doing it for my good. Want ik zie dat hij het voor mijn goed doet. Somebody called me during the week. Gedurende de week heeft iemand mij gebeld. And said I was discussing with my husband. En die zei ik was aan het praten met mijn man. And he was talking about what you said, pastor. En die was aan het praten over wat u zei, pastor. How you told your children to always ask for permission before they take anything. Hoe je je kinderen altijd hebt verteld om toestemming te vragen voordat ze iets pakken. And he said my husband was so happy. En hij zei mijn man die was zo blij. I said this is real way of bringing up a child. Ik zei dit is een echte manier om een kind op te brengen. And these children will take it up like that into their own generation. En deze kinderen die zullen dat zo oppakken en meenemen in hun eigen generatie. The children, what am I saying? De kinderen, wat zeg ik hier? They have seen that you have left everything. They are never hungry. Ze zien dat je alles daar hebt gelaten. Ze zijn nooit honger. In the fridge, they have everything, including ice cream. In de koelkast hebben ze alles, inclusief ijs. But the only thing they need. Maar het enige wat ze nodig hebben. Is to ask before eating it. Is om te vragen voordat ze dat gaan eten. When you say no, wanneer je nee zegt, they know. Dan weten ze het. You know, I took the phone of my children. Ik heb de telefoon van mijn kinderen gepakt. That's what I do every day. Dat is wat ik elke dag doe. I give them time in. Ik geef ze tijd. I said, when we finish, you bring it in my room. Ik zei, als je klaar bent, dan breng het in mijn kamer. I don't need to repeat it. Ik hoef het niet te herhalen. They are faithful with that. Ze zijn heel erg trouw met dat. So, few days ago. Dus een paar dagen geleden. I pretended as if I did not remember because I will tell them when you come back from school, leave it there, I will tell you when to pick it up. Ik heb zo gedaan alsof ik het niet herinnerde en ik heb ze gezegd als ik klaar ben, zet het gewoon daar op de kamer. When I came downstairs, they were eating their lunch. Toen ik naar beneden kwam, waren ze aan het lunchen. And I stood somewhere and I was looking at time. En ik stond daar en ik keek naar de tijd. Alozie and his brother Emezie, they were downstairs. Alozie en de broer Emezie, die waren naar beneden. And Emezie was in front. He didn't know that. Now you will be surprised that I captured and I caught him. Emezie die stond daar voor, maar hij zou nu verrast zijn dat ik het heb gezien. I wanted to sit down and drink some tea, and I looked at the time. Ik wou zitten om een beetje thee te drinken en ik keek naar de tijd. And this is what he did. En dit is wat hij deed. Hij heeft zo met zijn gezicht zo. En hij was aan het wandelen. Do you remember now? Where is Alonzi? Do you remember now? Two of them, their eyes met. Twee van hun ogen die kwamen elkaar tegen. For them, they know that he will give us this thing. Voor hun denken ze van, ja, hij zal ons dit geven. It's a question of time. Het is een kwestie van tijd. So when I look at that time. Dus wanneer ik naar die tijd keek. They began to smile. Begonnen ze te glimlachen. But little did they know. Maar zij wisten niet. I postponed it
to another 1 hour. Ik heb het nog een andere uur erbij gezet. Because of I captured your face. Well, omdat ik niet uw gezicht heb gezien. We have said together. Is alsof zij het samen bevlot hebben gemaakt, zeg maar. Maar nu uit, we kennen hem, ik geef het aan. So what am I saying? Dus wat zeg ik hier? When you present your children, wanneer je kinderen presenteert, and give them instruction, en hun instructies geeft, see that that instruction, kijk dat die instructie, is based in the thing you have done in the past for them. Is gebaseerd op de dingen die je hebt gedaan in het verleden voor hun. Go back again in verse 2. Ga terug weer in vers 2. I am the Lord thy God. Ik ben de Heer uw God. He did not say, and because I am God. En hij heeft niet gezegd, en omdat ik God ben. You need to do this and need to do this and that. Dan moet je dit doen en dat doen. And before. En voordat. I will save you. Ik jou zal dienen. Voordat I will heal you. Voordat ik je zal genezen. Before I will deliver you. Voordat ik je zal bevrijden. You must first take my law. Dan moet je eerst mijn wetten aannemen. God did not give them the law. God die heeft hun die wetten niet gegeven. Before he has set them free. Voordat hij hun vrij heeft gezet. This is where I was going. Dit is waar ik naartoe wil gaan. He said, I am the Lord, I set you free. En hij zei, ik ben de Heer die u vrij heeft gezet. Let's see it again. Laten we het nog een keer lezen. Which have brought thee out of the land of Egypt, out of the house of bondage, the house of slavery. Die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. When they were in Goshen. Toen ze daar in slaven gebonden waren. In the land of Egypt. In het land van Egypte. God did not bring the law. Heeft God de wet nog niet daar gezet? God did not give them the law. God heeft hen de wetten nog niet gegeven. But God was telling them, come forward and come out. Maar God die was hen vertellen van, kom eruit. I want to set you free. Ik wil u vrijzetten. For 430 years you will be slaves in this place. Voor 430 jaar waren jullie slaven in dit gebied. And God did every miracle. En God heeft alle wonderen gedaan. And God did every signs and wonder. En God heeft alle tekenen en wonderen gedaan. In the land of Egypt. In het land van Egypte. With an iron hand. Met een ijzeren hand. He brought them out. Heeft hij hun eruit gehaald. By the wilderness. Toen zij de wilderness en de woestijn waren. God still led them through. God heeft hen nog steeds er doorheen gehaald. And they were healed. En ze waren genezen. They were delivered. Ze waren bevrijd. They were set free. Ze waren vrijgezet. From Egypt. Van Egypte. Every single soul. Elke ziel. Every one of them. Elk een van hun. They came out from Egypt. Ze kwamen uit Egypte. And now God says. En nu zei God. Let's go again in verse 2. Laten we teruggaan in. I am the Lord thy God which have brought thee out of the land of Egypt, out of the house of bondage. Ik ben de Heer uw God die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. God is saying today. God die zegt vandaag. I have set you free. Ik heb u vrijgezet. If you're not the power of sin. Als niet van de kracht van zonde. I have set you free. Ik heb u vrijgezet. You were going to hell. Je zou naar de hel gaan. I have set you free. Ik heb je vrijgezet. You are going to be destroyed by Satan. Je zou verwoest worden door Satan. I have set you free. Ik heb je vrijgezet. He says here. Hij zegt hier. Don't forget. Vergeet niet. I'm the one who set you free. Ik ben degene die u vrij heeft gezet. Now the next thing you hear. Dus de volgende dat je hoort. In verse 3. In vers 3. Thou shalt have no other gods before me. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. No other gods before me. Geen andere goden voor mijn aangezicht. God is teaching them, he says, I am thy God. God die leert hun, zegt van, ik ben uw God. And because I've set you free. En vanwege dat ik u vrij heb gezet. I need you to know that I don't want any other gods around me. Wil ik dat u weet dat ik geen enkele andere god rondom mij wil. There will be no any other deity. Er zal geen enkele ander iets zijn. Real or imagined. Of gewoon een verbeelding. To rival me. Om een rivaal te zeggen voor mij. What is that? Wat is dat? God says there is no any other God. God die zegt er is geen enkele andere God. Today we might not think about it the way that we will have to. Vandaag denken we misschien niet hoe we dat echt moeten weten. What is
any other gods. Wat betekent elk ander god? Anything that you give your attention to. Alles wat je aandacht aan geeft. It's possible we have no any other gods now to see. I mean, physically, that you could say you are running around about. Het is misschien zo dat je geen fysieke god hebt om te zeggen van, ja, daar ben ik mee bezig. You have no stone in your house. Je hebt geen steen in je huis. That you are bound down to. Dat je echt gebonden aan bent. You have no any objects. Je hebt geen enkele subject. Voorwerp. And you are coming to church. En je komt naar de kerk. Your mind tells you you are a believer. Je gedachten die vertellen je dat je een gelovige bent. Because you carry the Bible. Vanwege dat je die Bijbel draagt. Because you are here every Sunday. Omdat je hier elke zondag bent. You know how to pray. Je weet hoe te bidden. But little do you know. Maar jij wist het niet. That you are competing. There's something else that is competing with God in your life. Maar dat er iets daar is die een wedstrijd aan het houden is met God. It could be money. Het kan geld zijn. It could be your job. Het kan je werk zijn. It could be your children. Het kan jouw kinderen zijn. There are many of us that will never come to church. Er zijn vele van ons die nooit naar de kerk komen. Because our child is sick. Omdat ons kind ziek is. Or that they are not feeling good. Of omdat zij niet goed voelen. We don't come to church. Wij komen niet naar de kerk. God can wait. God die kan wachten. But when you were looking for a child. Maar wanneer je aan het zoeken was voor een kind. God gave you that child eventually. Heeft God je uiteindelijk dat kind gegeven. But since the time that child was born. Maar vanaf dat kind geboren was. The child has taken the attention. Heeft dat kind al die aandacht opgeroepen. The attention you were giving to God. Dat aandacht. Dat je aan God gaf. It's not shared by your daughter, by your son. Je wordt nou gedeeld met je dochter of zoon. It's just about him. Het gaat alleen maar over hem. You run around him. Je rent om hem heen. You don't have time to pray. En je hebt geen tijd om te bidden. It's about making him happy. Het gaat erom om hem blij te maken. It's about making that child feel good. Het gaat erom om het kind goed te laten voelen. You come to church. Je komt naar de kerk. Instead of little focus. In plaats van dat je focus. On how to worship God with all your mind. Om hoe God te aanbidden met al je alles. But you are looking at that child. Maar je kijkt naar het kind. You carry him here in this way. Je draagt hem hier. You carry her this way. Je draagt haar aan deze kant. He is moving around. Hij beweegt rond. You keep running over and around him. Je blijft daar omheen rennen. Without knowing that Satan has used that one. Om zonder te weten dat Satan die heeft gebruikt. To take away your attention. Om je aandacht weg te halen. You don't hear. Je hoort niet. You don't pay attention. Je hebt die aandacht niet. When the Bible passage is open or asked to be opened. Wanneer het woord geopend wordt. You are not paying attention. Dan heb je geen aandacht. Because your attention is on the girl. Want je aandacht die gaat daar naar het meisje. She comes to you. Zij komt naar je toe. Pulls your clothes. Die trekt aan je kleren. And you also you are pulling the hair. En jij doet ook een beetje aaien op die hoofd. You've got another girl. Dan heb je een andere god. And that god is your daughter. En die god is jouw dochter. To some people. Voor sommige mensen. It could be their habit or their hobby. Kan het zijn hun hobby of hun gewoonte. The hobby that you do. De hobby dat je hebt. They will always want to have it. Ze willen het altijd per se hebben. They would like to go for gym. Ze willen naar de gym gaan. They will spend 1 hour, 1.5 hours. Daar zo ongeveer zo'n 1.5 uur spenderen. They will come back home. Dan komen ze terug naar huis. Spend 5 minutes with the word of God. Dan hebben ze ongeveer 5 minuutjes met het woord van God. Spend 5 minutes to pray. 5 minuten om te bidden. But the whole time. Maar de andere tijd. Is about their job. De hele tijd gaat het over hun they werk. They will never miss any day. Ze zullen nooit een dag missen. When it is raining. Wanneer het regent. They are on their bicycle to walk. Dan gaan ze op hun fiets naar het werk. But when it comes to church. Maar als het om de kerk gaat. They will say today it is raining. Dan zeggen ze vandaag is het aan het regenen. There is another God. Er is een andere God. That God is God of rain. Dat is de God van regen. That means when you ought to worship the Almighty God. Hij bepaalt wanneer je de Almachtige God moet aanbidden. For some people is the weather. Voor sommige mensen is het weer. The God of weather. De God van het weer. Will determine when they come to church. Die zal bepalen wanneer je wel naar de kerk komt. But the God of weather. Maar het God van het weer. Will not determine when they go to work. Die zal niet bepalen of ze wel naar het werk gaan. Many we go to work to Den Bosch. Zeker die gaan werken naar Den Bosch. Why they live in Tilburg? Want terwijl ze in Tilburg wonen. And they're early. En ze zullen daar vroeg zijn. They know the bosses.
Zij weten precies de tijd. They know the train. Zij weten de trein. But when it comes to church, maar als het om kerk gaat, they will say it's very far. Dan zeggen ze het is zo ver. And they will want people to pick them up. En ze willen dat mensen hun ophalen. Shame on you. Schande. You have another God. Je hebt een andere God. If you have your Almighty God, als jij die almachtige God hebt, you don't wait for any brother to pick you up. Dan wacht je voor geen ene broeder om je op te halen. Because when you go to war, want als je naar je werk gaat, you go and you know the way. Je gaat en je weet de weg. It's only when it comes to church. Het is alleen maar als het gaat om de kerk. When nobody picks you up, wanneer niemand je ophaalt, you say, well, I can't come. Maar dan zeg je, oké, dan kan ik niet komen. It is very far. Het is heel ver. And yet many of you, en velen van u, go to school, die gaan naar school in Eindhoven. In Eindhoven. But when it comes to come to church, maar als het om de kerk gaat, you say it's too far. Het is, dan zeg je het is te ver. I have homework. Ik heb huiswerk. Your homework. Je huiswerk is greater than the presence of the Almighty God. Is groter dan de tegenwoordigheid van de Almachtige God. You said tomorrow I have exam. Je zegt morgen heb ik examen. Who will give you wisdom? Wie zal jou die wijsheid geven? Who will give you understanding? Wie geeft jou dat begrip? That's why you struggle with school. Daarom heb je problemen met school. Because you don't regard God. Want je herkent God niet. You don't put him in a position. Je zet hem niet in die positie. Even us. Zelfs al ons. We tell our children. Zelfs wij vertellen onze kinderen. Stay at home. Blijf thuis. Read your book. Blijf lezen. Me. Ik. Tell you. Jou vertellen. Stay at home. Om thuis te blijven. To study on a Sunday. Om te studeren op een zondag. God verbiedt dat. Dat gaat niet gebeuren. As long as one doesn't move. Zolang je onder mijn dak bent. When I mean God. Wanneer ik God zeg. I mean God. Dan bedoel ik ook God. We have gods. Er zijn goden. Church. Kerk. And that day to be hot. Die dag zal het heel heet zijn. Because we come to church. Want wij komen naar de kerk. And this is how we walk to church. En dit is hoe wij dus lopen naar de kerk. And we are 15 minutes late. En we zijn dan 15 minuten te laat. God is already in the house. God die is al daar in het huis. God is never late. God die is nooit te laat. He has sent angels. Die heeft de engelen daar gestuurd. 10 minutes before the, if we are starting at 11 o'clock, he has sent angels. Listen to me. Luister naar mij. Let God do like this and open your eyes, there's an angel here. Laat God zo doen en je ogen open doen en dan zie je daar een engel staan. There's an angel there. En er is een engel daar. I'm telling you. Ik vertel het u. Every single door has an angel. Elke deur heeft een engel. Not talking about worldly church. Ik praat niet over wereldse kerk. Ik praat niet over een marine kerk. Demons are penetrated. Waar demonen binnenkomen. A living church of Christ Almighty. Een levende kerk van God Almachtig. If you are a witch, come here, open your eye, you see an angel there with flaming sword. Als je een heks bent, dan zie je daar een engel staan. Die staat daar met die zwaard. And God has come in. God die komt binnen. And I see you coming late. En ik zie u laat komen. You are not coming like a person who goes to work. Je komt niet als een persoon die naar zijn werk moet gaan. Open your clothes. Je kerk. And we are singing praise the Lord and we are coming. En wij zingen praise the Heer en jij komt eraan heel rustig aan. Worshippers of other gods. Aanbidders van andere goden. You are your God. Jij en goden. You are your own God. Jij bent je eigen God. Ik kom meer. Vers 3. Thou shalt have no other gods before me. It looks very simple. And just how many words? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 words. Thou shalt have no other God before me. It looks simple. And God is not clean. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Het lijkt zo simpel, maar God die maakt geen grapje. God is not clean. God maakt geen grapje. Anything that takes the position of God. Alles wat die positie van God neemt. That thing is your God. Dat ding is jouw God. You don't need to run around and you say, well, I am from Africa, but my grandfather they worship stones and snakes, and now I worship God. No, 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 no.
You are not ready yet. Je bent nog niet klaar als je allerlei gewoontes van jouw land overneemt en niet met God bezig bent. To worship God. Om God te aanbidden. To see God as God. Om God als God te zien. He has the love 100% of your love. Dan heeft hij 100% van jouw liefde. He has 100% of your time. Dan heeft hij 100% van jouw tijd. He has 100% of your desire. Dan heeft hij 100% van jouw verlangen. You give God 99.9999% of your love. He will refuse and reject it. That doesn't make him Almighty God. Je geeft hem 99.9999% van je liefde en dat zal hij afwijzen. Afwijzen. So, this 0.1% goes to another God, but God said no, and no is no. Die 0.1% dat geef je aan een andere God en God is dat nee, nee en nee. In God name Jesus, I said, what must I do to have the to enter the kingdom? En een advocaat die kwam Jezus tegen en die zei, wat moet ik doen om het koninkrijk binnen te komen? And he asked him, what do you think? En hij heeft hem gevraagd, wat denk je? And he said, thou must love the Lord thy God with all your heart. En hij zei, van u moet van God houden met al uw hart. With all your mind. Met al je gedachten. With all your soul. Met al je ziel. Jesus said, you are not far from the kingdom. Jezus zei, je bent niet ver van het koninkrijk. It has to be. Het moet zo zijn. Your desire, jouw verlangen. You leave it with him. Dan laat je dat bij hem. Then there's no other God. Dan er is geen enkele andere God. Your God could be your fashion. Je God kan jouw mode zijn. Let me show you that. Laat me u dat laten zien. Let's open quickly to Genesis chapter 35. Laten we gaan naar Genesis 35. I'm going to read from verses 1 to 5. Genesis 35, 1 tot met 5. And God said unto Jacob, listen, this is the first revival in the church. Dit is de eerste opwekking in de kerk. Before now, voorheen, let me show you in chapter 34. In hoofdstuk 34, laat me je laten zien. Oh, let me say, first of all, let me give you 31 verse 19. 31 verse 19. Hoofdstuk 31, vers 19. Verse 13. 13 says, vers 13. I am the Lord God of Bethel, where thou anointest the pillar and where thou vowest a vow unto me. Now arise, get thee out from the land. And return unto the land of thy kindred. Ik ben de God van Bethel, waar u een gedenkteken gezalfd hebt, waar u mij een gelofte gedaan hebt. Wel nu, sta op, vertrek uit dit land en keer terug naar het land van uw familiekring. God says, return to Bethel. God die zei, ga terug naar Bethel. The information was very clear. De informatie die was duidelijk. The information was, go back to Bethel. De informatie was, ga terug naar Bethel. This is where I met with you first. Dit is waar ik eerst met u heb ontmoet. I think it was in chapter 28, 29, that's where God met him. Ik geloof dat het in 28, 29 is waar God hem ontmoet heeft. Now he was with Laban. Nu was hij met Laban. And he's supposed to move ahead. En hij moet doorgaan. He must go away. Hij moet weggaan. And God said the direction will lead to Bethel. En God zei de richting die zal naar Bethel leiden. Look at verse 19. Kijk naar vers 9. And Laban went to shear his sheep, and Rachel had stolen the image that were her father's. En Laban in vers 19 was op weg gegaan om zijn schapen te scheren. Rachel stal toen de afgodsbeeldjes die haar vader toebehoorden. They were supposed to go to God. Ze moesten eigenlijk naar God gaan. But Rachel stole the gods of that land. Maar Rachel die stole die afgodsbeeldjes van het land. And that was enough to sift the direction of God into their lives. En dat was genoeg om de richting in hun leven te shiften. When a mother in the home.
Wanneer een moeder in het huis is not practicing Christianity, die laat geen christendom zien. All you have is materialism. Alles wat je hebt is materieel. It's about what you need to cook and what you need to clean up in the house. Het gaat allemaal over wat je moet hebben om te koken of om het huis schoon te maken. There is another God in the house. Er is een andere God in het huis. And that is enough to shift the entire family. En dat is genoeg om die hele familie te shiften. Rachel took that God. Rachel die nam die afgodsbeeld. And the gods began to direct them from going to Bethel. They landed in Shechem. En die afgodsbeeldjes die heeft er een andere richting gegeven. En ze kwamen dus in Shechem. What is Shechem? And we are in Shechem. Let's see 34. Laten we kijken dus naar 34. When they came to Shechem, look at 33. Genesis 33 verse 18. Genesis 33 vers 18. Let me add 17. And Jacob journeyed to Sukkoth and built him a house and made booths for his cattle. Therefore, the name of the place is called Sukkoth. And Jacob came to Shechem, a city of Shechem. Everybody say, a city of Shechem. Pay attention to that verse, which is in the land of Canaan. And when he came from Paddan Aram and pitched his tent before the city, and he bought a parcel of field, where he had spread his tent at the hand of the children of Hamor, Shechem's father, for 100 pieces of money. And he erected there an altar and called it El Elohi Israel. 17, die zegt, maar Jacob trok naar Sukkoth en hij bouwde een huis voor zichzelf en maakte hutten voor zijn vee. Daarom gaf hij die plaats de naam Sukkoth. Jacob kwam veilig aan bij de stad Shechem, die in het land Canaan ligt, nadat hij uit Paddan Aram gekomen was. En in het zicht van die stad zette hij zijn tenten op. Hij kocht het stuk land waarop hij zijn tenten gezet had voor 100 geldstukken van de zonen van Hamor, de vader van Shechem. Hij richtte daar een altaar op en gaf het de naam, de God van Israël is God. God told him in chapter 31. God die heeft hem verteld in vers 31. Go to Bethel. Ga naar Bethel. But Jacob, maar Jacobus, was not paying attention to his family. Die zette die aandacht niet aan zijn familie. He was not overseeing what they do. Hij keek niet naar de dingen die zij deden. It will cost you so much one day. Het zal je zoveel kosten op een dag. You have buried your head enough in the sand. Je hebt je hoofd zeg maar verborgen in het zand. You are no longer hearing God. Je hoort God niet meer. And when you don't hear God, en wanneer je God niet meer hoort, your prayer life will be stinking to high heaven. Dan zal je gebedsleven echt gaan stinken op hoge niveau. There is another God. Er is een andere God. In that family. In die familie. You will be led by that God. Je zal geleid worden door die God. It looks like a simple thing. Het lijkt alsof het een simpel iets is. Rachel says, I'm going with my father's God. Rachel die zei, ik ga met mijn vaders afgodsdienst. I don't care the God of Abraham which spoke to Jacob. Het maakt me niet uit, de God van Abraham die met Jacobus heeft gesproken. That little God. Die daad alleen. Became an anathema. Die God alleen, die werd iets heel groot. To Rachel. Voor Rachel. When I married my wife. Toen ik mijn vrouw trouwde. Some 17 years ago. Ongeveer zo'n 17 jaar terug. One of the instructions I told her. Een van de instructies dat ik haar heb verteld. There is no culture in this house. Er is geen cultuur in dit huis. There is no tradition in this house. Geen traditie in dit huis. All the Indian tradition destroys at the water where you cross that Indian Ocean. You dump it there. Ja, al die Indiaanse cultuur zeg maar is verbroken. There's nothing like this is the way we do it here in India. There is niks van in India, so doen we dat. In your culture, they have not less than 1 billion demons they worship as gods. In jouw cultuur hebben ze zeker zo'n 1 biljoen demonen die ze aanbidden. And I say no strange God in my home. Maar ik zei geen rare God in mijn huis. In the dressing. In het kleden. In the talk. In de manier van praten. In the language. In de taal. In the disposition.
in your action, the way you talk and do things. En je manier van doen, hoe je praat, hoe je zich voorstelt. That is not in my home. Dat is niet in mijn huis. I'm not bringing African tradition on the table. Ik breng geen Afrikaanse cultuur op de tafel. We are people of God. Wij zijn mensen van God. We speak faith. Wij praten geloof uit. We don't speak tradition. We spreken geen traditie uit. We speak the scripture. Wij praten over het woord. We don't speak the culture. Wij spreken niet het cultuur. And I have since then. En vanaf die dag. Be following the trend in my home. De gewoonte heb ik dan gevolgd in mijn huis. Any mistake like that. Elke fout zoals dat. And a window is open. En als een raam open is. And you could not see that window. En je kon het raam niet zien. You don't know the mentality of Satan. Je kent die mentaliteit van Satan niet. You don't know the determination of Satan. Je weet niet die vastberadenheid van Satan. He's fighting God. Hij vecht God. And he's not making any hiding about it. En hij verbergt helemaal niks. And he stands between God and his people. En hij staat tussen God en zijn mensen. He will do everything to come in. Hij zal alles doen om binnen te komen. And the Bible says. En de Bijbel die zegt. Give Satan no place, no chance, no food to come in. Geef Satan geen enkele ruimte om naar binnen te komen. Ephesians 4:27. Ephesians. When he comes in, wanneer hij binnenkomt, your family will be not the same anymore. Zal jouw familie nooit meer dezelfde zijn. The day you will wake up, de dag dat jij wakker wordt, you will be surprised with what has gone into the family. Dan zal je verrast zijn wat er is gebeurd in jouw familie. Because there is a God. Want er is een God. That is not the God Almighty. Dat is niet de almachtige God. You have used the law. Je hebt die zogenaamde liefde gebruikt. And that love becomes God. En die liefde die werd God. And that love is not the love with God is. En dat liefde is niet de liefde waar God is. It is tolerance. Het is gewoon volharding. And call it love. En jij noemt het liefde. It's lack of discipline. Het is je hebt geen discipline. And call it love. En jij noemt het liefde. You cannot control your children. Je kan je kinderen niet controleren. You cannot discipline your children. Je kan je kinderen niet disciplineren. There is another God. Er is een andere God. In the house. In het huis. A time will come. Een tijd zal komen. God. Zal God. Listen to me. Luister naar mij. When God asks a question. Wanneer God een vraag stelt. He's about to punish you. Dan is hij bezig om u te gaan straffen. He's about to remind you. Dan zal hij u herinneren. Your laxity. Jouw luiheid. One day. Op een dag. Adam. Did everything he did. Heeft alles gedaan wat hij heeft gedaan. Together with his wife. Samen met zijn vrouw. The fruit. Ze hebben die fruit gegeten. God told them not to. Dat God hun had verteld om niet te doen. God was watching. God die was aan het kijken. They ate it. Ze hebben het gegeten. And when they finished. En toen zij klaar waren. God came in that evening. Toen kwam God in die avond. And God was saying, Adam. En God die zei, Adam, Adam. Where are you? Waar ben jij? Adam, Adam. Adam, Adam. Where are you? Waar ben jij? Adam said, I'm here. Adam zei, ik ben hier. Where? Waar? Said, I heard your voice and I was hiding. Hij zei, ik heb uw stem gehoord en ik ging verstoppen. When there's another God. Wanneer er een andere God is. When the real God appears in your family. Wanneer de echte God in jouw familie komt. Dan zal je rennen voor hem. Because you know. Want dat je weet. Who was on the center of your home and your family. Wie daar in het centrum van je huis was en jouw familie. Or your life. Of jouw leven. God asked Adam. God die heeft Adam gevraagd. Where are you? Waar ben jij? He's still asking us today. Hij vraagt ons nog steeds vandaag. Fathers. Vaders. Where are you? Waar ben jij? He's still asking us today. Die blijft ons vragen. Mothers, where are you? Moeders, waar bent u? While your children are smoking hash. Wanneer jouw kinderen hash aan het roken zijn. You don't smell it. Je ruikt het niet. You put your head on the ground. Je zet je hoofd zeg maar verbergen daar in het zand. Your child. Jouw kind. Is having condom in the bag. Die heeft in de tas heeft die condoom. And you say all is good.
En je zegt alles is goed. She's beginning to go from man to man. Ze gaat van man naar man. You said that now everything in the family is all right. Je zegt nou, alles in de familie gaat goed. Little do you know. Jij wist het. Your wife has imported the thing the mother told her. Keep this. It will help you to have favor in the sight of your husband. Jij wist het niet dat je vrouw iets heeft gekregen van de moeder van het buitenland en die bleef het houden daar in het huis. And she got the powder from the mother. Ze heeft een poeder gekregen van de moeder. And she will put that powder on her face. En ze zet die poeder op haar gezicht. And you wake up in the morning. Yeah, you are looking good today. Mm. En jij wordt wakker in de morgen en zegt, oh, je ziet er goed uit. All you are looking at your wife's face is that she's getting lighter, getting beautiful. Alles wat je ziet aan het gezicht van je vrouw dat ze lichter wordt en mooier. But you are not hearing her pray fire prayer anymore. Maar je hoort haar geen vurige gebed meer bidden. She used to wake up in the night and say, I bind you, I take authority, and now she sleeps through. You are not seeing those things. All you see is that, oh, you are looking beautiful, you are looking beautiful, you are a sinner. Als je blijft kijken naar mooi zijn en mooi zijn, en je stelt geen aandacht dat je niet meer bidt door de nacht. God, jij bent een zondaar. Ask you, where are you? En dan zal God je vragen, waar ben je? Where are you here today? Waar ben je hier vandaag? Where are you? Waar bent u? Are you dependent on me? Bent u afhankelijk van mij? To wake you up, to shake you, to push you. Om jou wakker te maken, om jou wakker te schudden. You go back home, you have your girl. Je gaat naar huis toe en dan heb je daar je God. God didn't ask Adam because he was looking. God is blind or God is cannot notice. God saw him. God heeft Adam gezien. Hij heeft hem niet gevraagd waar hij was omdat hij hem niet zag. He want Adam to realize himself where he is. Hij wou dat Adam zichzelf wil realiseren waar hij is. If God comes in today to ask you where are you? Als God vandaag binnenkomt en vraagt waar bent u? Are you on your job? Ben je op je werk? And that is your God. En dat is je God. Are you on your career? Ben je bezig met je carrière? And that's your God. En dat is je God. So Rachel took that thing. Dus Rachel die heeft dat ding gepakt. The voice of God was not directing them anymore. De stem van God die was hun niet meer richting aan het geven. Look at what happened. Kijk naar wat er is gebeurd. In chapter 33. In hoofdstuk. In verse 18. Vers 18. They settled at the city of Shechem. Ze komen veilig aan bij de stad van Shechem. They did not pray. Ze hebben niet gebeden. They did not fast. Ze hebben niet gevast. They did not hear from God. Ze hebben niet van God gehoord. God says better. God die zegt better. He said, city is city. Die zegt van stad is stad. He settled with his family. Hij heeft daar heeft hij gezeteld met zijn familie. Follow me, chapter 13, chapter 34, the next chapter, verse 1. Hoofdstuk 34. And Diana, the daughter of Leah, which she bore unto Jacob, went out to see the daughters of Leah. Dina, de dochter van Lea, die zij Jacob gebaard had, trok erop uit om bij de meisjes van het land te gaan kijken. What happened? Wat is er gebeurd? They got to Shechem. Ze kwamen bij Shechem. And you know? En weet je? She said, oh, let me go and see the people. En ze zeiden, oh, laat me even gaan kijken naar de mensen. That's what your children do. Dat is wat jouw kinderen doen. They come home. Ze komen thuis. They go to the central. Dan gaan ze naar het centrum. You don't ask them where they have been around. Je vraagt ze niet eens waar ze zijn. Oh, I just went to McDonald's. Oh, ik ben gewoon naar McDonald's. That's the way it starts. Dat is de manier hoe het When staat. You are on a place, God has not placed you. Wanneer je op een plek bent waar God je niet heeft gezet. Because you are so worldly. Omdat je zo werelds bent. Many of us are worldly. Vele van ons zijn werelds. And as mother, the children pick worldliness from you. En als moeder pakken de kinderen de wereldheid. They come to church, the pastor will struggle and pray and counsel and fight and do everything. The children will not change. Because what they see is what they receive. Wat zij zien, dat is wat ze ontvangen. Jij laat alleen maar wereldse dingen zien. De kinderen die nemen dat over. Worldliness is that to the height in your home. Wereldheid is zo hoog in jouw huis. The father is filled up with worldliness. De vader die is gevuld met het wereld. No control, no. He doesn't even know if this music is good for them or not. For if they love it, that is good. Hij weet niet eens of die muziek wel goed is voor hun. Als zij ervan houden, dat is prima. They carry it into the church. Ze nemen het mee naar de kerk. They will never sing. Ze zingen nooit. For God. Voor God. The music of God. De muziek van God. Doesn't move them. Het doet er niks. They don't pay attention. Ze hebben geen aandacht. There are many of you. Er zijn vele van u. Who don't pay attention. Die geen aandacht besteden. Especially you. Vooral u. Stand up. Sta op.
Heb ik eens een keer met jou gesproken? Nee. Me. Ik. I avoid you. Ik vermijd jou. For a very long time. Voor een lange tijd. I'm only just looking. I know that one day you will fall. Ik ben alleen maar aan het kijken. Eén dag zal je vallen. They have prayed for you. Ik heb gebeden voor jou. You remember what I told you if I pray for you in the bus? Weet je nog wat ik je heb verteld toen ik gebeden heb voor jou in de bos? It goes in here. Het gaat hierin en het gaat hier eruit. You don't pay attention. Je hebt geen aandacht. You're not part of us. Je bent geen deel van ons. You use children in magnet to cover up. Je gebruikt de kinderafdeling om daar te verstoppen. When Tasha comes in here, thought you go in there. Wanneer Tasha hier komt, dan gaan jullie met z'n tweeën daar. You don't listen to the word. Je luistert niet naar het woord. I will deal with you. Ik zal met je afrekenen. Today, sit down. Vandaag. Ga maar zitten. I'm not looking at the faces of your parents. Ik kijk niet eens naar het gezicht van je ouders. Yeah. Ik zal met je afrekenen. Any child in this church. Elk kind in deze kerk. I'm not kidding in this ministry. Ik doe geen grapje in deze bediening. Is that you are with me or you are with me? Of je bent met mij, of je bent niet met mij. I don't teach you what I don't practice back. Ik leer je niet wat ik zelf niet bepraktiseer thuis. I was wounded last night. Ik was afgelopen nacht echt gewond. For the first time my wife has to hold me on my back and say it's okay. Voor de eerste keer moest mijn vrouw mij echt zo vasthouden en zeggen het is oké. Because of the burden of the church. Vanwege die zwaarheid van de kerk. You can have your bad news and you feel good as a man of God. Je kan niet het slecht nieuws horen en je voelt goed als een man van God. Diana. Dina. She went out. Ze ging uit. Let me see the place. Laat me die plek zien. Read the next verse, somebody. Lees de volgende vers, iemand. In verse 2. Vers 2. Chapter 34, verse 2. Sister Christine, do you have English? Read for me. Chapter 34, verse 2. And when Sechem, the son of Hamor, the Hivite, prince of the country, saw her, he took her and lay with her. And defiled her. En Sichem, de zoon van de Hivit Hemor, de vorst van het land, zag haar. Hij greep haar en sliep met haar. Hij verkrachtte haar. Pay attention there. Zet daar je aandacht op. The father. De vader. Heard God say, go to Bethel. Die heeft gehoord dat God zei, ga naar Bethel. I read it for you in chapter 31, verse 10. And 13, verse 13. Ik heb gelezen daarvan in hoofdstuk 31, vers 13. Jacob settled in Shechem. Ja, Jacobus die ging daar blijven in Shechem. And the daughter was raped. En de dochter die werd verkracht. Oh. That pained Jacob. Dat heeft Jacobus zoveel pijn gedaan. Listen, I don't have time to go through chapter 34 for you. Ik heb geen tijd om echt door de hoofdstuk 34 heen te gaan. The result was. Maar het resultaat was. If you read chapter 34. Als je hoofdstuk 34 leest. If you find the word God. Als je het woord God daar vindt. Raise up your hand and show me. En zet je handen omhoog en laat me zien dat je vinger omhoog. If you read from that verse 1 through to verse 31. Als je leest van 1 tot vers 31. You will never hear anywhere reading God. Dan zal je nooit iets lezen van God. That is how bad it was. Dat is hoe slecht het was. When you are not in the presence of God. Wanneer je niet in de tegenwoordigheid van God bent. When you are not in the will of God. Wanneer je niet in de wil van God bent. Your family will run into trouble. Dan zal je familie in de problemen. Your children will be wayward.
dan zullen je kinderen echt rebelleren. Immorality will be rampant. Immoraliteit zal normaal. Disobedience will come up higher. Ongehoorzaamheid is daar heel hoog. No trust in the home. Die zal geen vertrouwen zijn. Even incest will be carried out. Zelf incest zal gebeuren. Because there is no God in that home. Want er is geen God daar in het huis. There is no control in that home. Er is geen controle in het. There is no preaching of the word. Er is geen prediking van het woord. That's what happened. Dat is wat er is gebeurd. In this place. Op deze plek hier. Diana was raped. Dina die werd verkracht. And that became a problem. En dat werd een groot probleem. And the Bible says Simeon and Levi. En de Bijbel die zegt dat Simeon en Levi. The children of Jacob. De kinderen van Jacobus. They got so angry. Ze werden zo boos. They got so discouraged. Ze waren echt helemaal ontmoedigd. They began to plan to kill. Ze begonnen plannen te maken om te doden. When your family. Voor je familie. Is beginning to plan to kill. Dat je familie begint te plannen om te doden. You are in the wrong will of God. Dan ben je in de verkeerde wil van God. You are in the wrong place. Dan ben je in de verkeerde plek. You have to do something. Dan moet je iets doen. You are in Shechem. Je bent in Shechem. There is another God. Er is een andere God. And that God is from Rachel. En die God is van Rachel. Oh, the children of Jacob. Oh, de kinderen van Jacobus. They went to the man who raped their sister. Ze gingen naar de man toe die hun kinderen had gekracht. They took her and kept her. Ze hebben haar gepakt en vastgehouden. They kept Diana. Ze hebben Dina gepakt. And the father. En de vader. Hamor. Came together with Shechem. Die kwam naar Shechem toe. Who raped a girl of 12 years? Die heeft een kind van 12 jaar verkracht. Diana was between 12 and 14 years. Dina die moest tot zijn 12 en 14 you jaar can zijn. You can never be happy. Dan kan je nooit blij zijn. As a father. Als een vader. That your daughter. Dat je dochter. Was raped by a man. Was gerecht en verkracht door een man. Who was older. Die was heel veel ouder. And yet you're a man of God. En toch ben jij een man van God. And yet you come to church. En toch kom je naar de kerk. And yet you carry the Bible. En toch draag je die Bijbel. And people see you every day. En mensen zien jou elke dag. They see you come to church. Ze zien jou naar de kerk komen. They see you come to church. Ze zien je naar de kerk komen. They see you come to church. Ze zien je naar de kerk komen. And yet your family is in trouble. En toch is je familie in een probleem. You have a true problem. Je gaat de problemen heen. Your daughter was raped. Je dochter die was verkracht. This is Jacob. Dit is Jacobus. And the finger of God was upon him. Dat de vinger van God was boven hem. God called him. God heeft hem geroepen. Israel. Israël. Because. Vanwege. Of how he fought God. Van hoe hij God heeft this God is. Dit is. The grandson. De grote kleinkind. Of. Van Abraham. Abraham. The friend of God. De vriend van God. His grandchildren are running into trouble. De kleinkinderen die zijn hebben nu problemen. Children, they began to sharpen their knife. De kinderen die waren bezig hun messen aan het slijpen. And Shechem came. En Shechem die kwam. And he said. En hij zei. We love, I love your daughter. Ik hou van je dochter. After he has raped that 12 year old. Nadat hij die 12 jaar heeft verkracht. Anybody 12? Iemand hier 12? How old are you? Okay, you are 12 now. Look at this girl. Kijk naar dit meisje. Oh, verkracht te worden. If you will be happy. Als je blij bent. If you are going to be happy. Als zou je blij zijn. As a father. Als een vader. Or the brothers. Of de broeders. Maybe you are different. Misschien ben je dan verschillend. They said. Dus ze zeggen. We have to avenge our sister. We gaan echt wraak nemen voor onze zuster. You blame them. Ben je dan boos op hun of zo? Kan je hun beschuldigen? No. Nee. But they are working against the will of God. Maar ze werken wel tegen de wil van God. Dank je wel. The wrath of man does not work the goodness of God. That's what James tells us. De wraak van de man die werkt niet de goedheid van God uit. And Shechem came. En Shechem die kwam. With the father. Met de vader. My son is going to marry. Mijn zoon die gaat met haar trouwen. You had raped my daughter. Je hebt mijn dochter verkracht. Yeah. Ja. My son is not mine. Mijn zoon die houdt van haar. Jacob said, I don't know what to say to you. Jacob zei, ik weet niet wat ik moet zeggen tegen jou. The sons, they said, don't worry, papa, you sit down. De zonen zeiden van, papa, maak je geen zorgen, ga maar zitten. We agree. Wij zijn er mee eens. Marry our sister. Trouw met onze zuster. On one condition. Op één voorwaarde. All the men. Al die mannen. Circumcised, all of you. Die worden allemaal besneden. Allemaal van jullie. Haman says a small thing.
Hamor zei, oh, dit is een klein iets. He lined up all the men in the family. Hij heeft al die mannen in de familie daar gezet. All the men in Shechem. Al die mannen in Shechem. Because he was the local champion there. Want hij was de lokale kampioen daar. And the brothers, the Bible said, Levi and Simeon deceived the king. En de Bijbel zegt, Levi en Simeon die hebben hem bedrogen. And they start cutting their foreskin. En begonnen die voorhuid zeg maar af te snijden. Oh, dat kan heel veel pijn. Oh, dat kan heel veel pijn doen. Especially when you're an adult. Speciaal als je een volwassen bent. They started counting. Ze begonnen te tellen. The first day. De eerste dag. The second day. Tweede dag. The third day is when the sun becomes red. De derde dag is de dag wanneer het helemaal rood wordt. And that's the day they will be walking like this. En dat is de dag dat ze dan zo beginnen te lopen. With that pain, because they are going to have pain. Zonder onderbroek, want het gaat heel veel pijn doen. Simeon en Levi zei, charge! Simeon die zei van, aanvallen. En begon hun te doden. They killed all of them. Die heeft hun allemaal gedood. Shechem was killed. Shechem die was gedood. Hamor, his father was killed. Hamor die was gedood. From the family of God. Van de familie van God. Jacob! Jacobus. That God spoke to. Dat God mee heeft gesproken. Ago. Een paar weken terug. Go to Bethel. Ga naar Bethel toe. Where are you here today? Waar bent u vandaag? Can two of you please stand up for me? Kunnen jullie twee even opstaan? Can you stand up for me? You opstaan. You stand up. Where are you today? Waar staat u vandaag? Where are you? What position do you keep your family? Op welke positie behoudt u uw familie? God says Bethel. God die zei Bethel. Are you in Sukkot? Dan zie je God. Are you in Sukkot? Ben je in Sukkot? Are you in Shechem? Ben je in Shechem? No, you stand up to high. I don't know how. Where are you today? Waar bent u vandaag? Do you know anything that affects your family will affect you? Weet u dat elk iets dat u beïnvloedt? Do you know that anything that affects your family will affect the church? Alles wat invloed heeft op je familie, die zal mij ook beïnvloeden. If you are in the right position of God, als je in die echte goede positie bent, it will affect your family. Dan zal het effect hebben op je familie. And your family will bring healthy place in the church. En je familie die zal een gezonde plek brengen in de kerk. Nobody can change your family. Niemand kan jouw familie veranderen. Alleen de kerk. I don't care if you like to be president of the tax meeting people. Ik kan me niet schelen als jij de president wil zijn van de tax people. You are still worldly. Dan ben je nog steeds weer. And because you are there. En vanwege dat je daar bent. You will be led wrongly. Dan zal je verkeerde dingen doen. There's nothing like this. Er is niks van dit. So that is with God. Het is of met God. Or with the world. Of met de wereld. And I say, wat zeg ik? Where are you today? Waar staat u vandaag? How do you see your family? Hoe ziet u uw familie? How will you let me not to have sleepless night because of crying and holding on to God? Hoe laat u mij geen slapeloze nachten hebben dan huilen naar God? I fast for your family. Ik vast voor uw familie. Do you fast for your family? Fast u voor uw familie. I preach to them. Ik preek. Do you walk them through? Do jij? Do you discipline them? Do jij hun discipline? Do you correct them? Corrigeert u? Are you in Shechem? Ben u in Shechem? And Shechem is where you commit murder. En Shechem is waar ze dus mensen hebben vermoord. In Shechem. In Shechem. Is where your children are putting. Is waar je kinderen zijn. In Shechem. In Shechem. Is where they rape your children. Is waar je kinderen vermoord. Where are you? Waar bent u? My brother, where are you? Mijn broeder, waar bent u? Where are you, my brother? Waar bent u? Dinkin, where are you? Dinkin, waar bent u? My brother. Mijn broeder. Brother Roger. Broeder Roger. Vandaag. I want to talk to you. Ga ik met u praten. If you don't come next Sunday, I don't care. Als je volgende week zondag niet komt, ja. Because you've been coming and coming, I don't see any change. Ik ben komen en komen, maar ik zie geen verandering. It's like that you buckle up. Of je staat. For God. Voor God. Enough is enough. Is genoeg. Today you will have been an elder. Vandaag kon je een oudste zijn. Coming every Sunday, but if you are coming every Sunday, it's not doing anything good. Let's look into that and see again. And I'm going to revive you today. Ik ga je vandaag opwekken. See that? You can see that. Look at what happened.
Kijk naar wat er is gebeurd. In verse 18. Vers 18. And Jacob came. No, that's not where I was. No, chapter 34. Yes. 18. Look at verse 30. Vers 30. 34, 30. And Jacob said to Simeon and Levi, ye have troubled me. Ye have troubled me to make me to stink among the inhabitants of the land. Jacob said, you have troubled me. Jacob die zegt van, u hebt problemen gebracht voor mij. The trouble started when he did not see Rachel take that girl. De probleem begon toen hij Rachel niet zag dat Rachel die afgodsbeeldjes heeft gebracht. And that God influenced his decision. Instead of going to Bethel, he went to Shechem. En die God heeft een invloed dat zij in plaats van Bethel naar Shechem zijn. All he's thinking is about himself stinking. He says, the habitant among the Canaanites and the Perizzites, and I be few in number, they shall gather themselves together against me and slay me, and I shall be destroyed, I and my house. And they said, should he deal with our sister as with a harlot? Toen zei Jacob tegen Simeon en tegen Levi, jullie hebben mij in het ongeluk gestort door mij in een kwade reuk te brengen bij de inwoners van het land, bij de Canaïten en de Ferzieten, terwijl ik maar met weinig mensen ben. Als zij gezamenlijk tegen mij optrekken, zullen zij mij verslaan en zal ik weggevaagd worden, ik en mijn huis. Maar zij zeiden, mocht hij dan onze zuster als een hoer behandelen? He couldn't answer that question. Hij kon die antwoord niet geven. There was not an answer. Er was geen antwoord. Because he knew. Want hij wist. That they were fighting for their rights. Dat zij aan het vechten waren voor hun rechten. But he started it himself. Maar hij was er zelf mee begonnen. He's thinking about his name. Hij was aan het denken aan zijn naam. He's thinking about his reputation. Hij was aan het denken aan zijn reputatie. He's thinking about himself. Hij was aan zichzelf aan het denken. He said, you trouble me. Hij zei, je hebt ongeluk gemaakt. I pray today. Ik bid vandaag. That will not be your cry. That your hand. Lay your hand upon your chest. Set your hand up. You say that will not be my cry. That will not be my cry. Don't look at the faces of my children and say you trouble me today. Begin to pray. I want you to declare today, right now. I have to declare it now. These three boys, in the name of Jesus Christ, I'm going to do everything that they will not disappoint me. They will not do anything to bring down my name. I have built a ministry. I have built a place for God in this country. They will not bring my name down. They will not stand there to do iniquity. They will not be flashing the worldly clothing. They will not be flashing the worldliness out there. I don't care if you like little children do that. But for me and my home, we shall worship the God of heaven. I will not see my children smoke. It's not going to happen. I'm not going to see my children running into immorality. They will not smoke it in this world. I have declared it today. I will not look them at your face. And I ask them, why do you trouble me? It will not happen. In the name of Jesus, it will not happen. In their school, in their world, wherever they are, it will not happen. I am presenting children that will go back to God. Abomination is coming upon the nation. Abomination in the home. That would have
affect the generation of the family. Abomination in the family. That will affect the third generation. It is an abomination. It will not happen anymore. Abomination. You're too late on God. Because of another God. Don't forget, I have about a few minutes to run on this. Forget me. I'm talking to you about an other God. Ik praat met jullie over een ander God. God says no any other God. God zegt geen enkel ander God. But here, maar hier, Richard brought another God. Rachel aanlopen met een ander God. And the direction of the family was shifted. En de richting van de familie die werd geshift. Very simple. Heel simpel. Where we read, he said he took his father's glass. Waar we gelezen hebben, stond dan dat hij de afwasbeeldjes heeft gepakt. And in chapter 34, God was never anywhere near that family. En in hoofdstuk 34 was God helemaal niks ergens in die familie. But thank God for the mercy of God. Maar we danken God voor de genade van de Heer. He remembers Abraham. Hij heeft Abraham herinnerd. He remembers Isaac. Hij heeft Isaac herinnerd. And look at what he said in verse 1. En kijk wat hij zei in vers 1. Of Genesis chapter 35. Van Genesis hoofdstuk 35. This was the first revival. Dit was de eerste opwekking. In the Bible. In de Bijbel. Revival. Opwekking. Is not reformation. Het is niet reformatie. Revival. Opwekking. Is transformation. Die is een complete verandering. Revival. Opwekking. Is a turnaround. Is een omkeer. Revival is to go back to God. Opwekking is om terug te gaan naar God. That's what we experiencing in verse 1 of 35. Dat is wat wij ervaren in vers 1 van hoofdstuk 35. Listen very good. Luister heel goed. And God said unto Jacob, arise again. You see again, God has come again. Go up to Bethel. Go up to Bethel. Ga naar Bethel. God didn't say go down to Bethel. God heeft niet gezegd, ga naar beneden naar Bethel. He used the word up. Hij gebruikt het woord naar boven. And I'm saying to you today. En ik zeg tegen u vandaag. Look up. Kijk naar boven. Look up. Kijk naar boven. Every one of us. Elk van ons. Our battle. Onze battle. Today is Jesus. Vandaag is Jezus. Look up. Kijk naar boven. Jesus is not down. Jezus is niet naar beneden. We have gone down, 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 down so much. We zijn zo veel naar beneden, beneden, beneden gegaan. In our worldliness. In onze wereldsheid. In lack of prayer. In niet te bidden. In lack of fellowship. En als wij niet bij elkaar komen. In our lives. In ons leven. So he tells them, he tells him. En zij vertelt aan hem. And dwell there. Blijf daar. He didn't say pass on. Hij zei het niet om het door te zetten. He says remain. Hij zei blijf. And I said to you today. En ik zeg vandaag tegen jullie. Remain. Blijf. With Jesus. Met Jezus. Dwell. Blijf. With Jesus. Met Jezus. Don't be a passerby. Blijf. Ga niet aan iemand die doorloopt. On Sunday you are in the church. Op zondag ben je in de kerk. On Sunday. Op zaterdag. You are in another meeting. Dan ben je in een andere. On Friday. Op vrijdag. You are in another meeting. Ben je in een andere vergadering. You are just passing through. Je gaat gewoon door. I am begging you today. Ik smeek u vandaag. Go back to Bethel. Ga terug naar Bethel. Go back to Jesus. Ga terug naar Jezus. When you go back to Jesus. Wanneer je teruggaat naar Jezus. There is no place for other gods. And you must make up your mind. En je moet echt jezelf beslissen. You cannot go back the way you are. Je kan niet meer teruggaan op de manier hoe je eerst was. Let's go on. Laten we doorgaan. God tells him that appeared unto thee when thou fleest from the face of Esau my brother. He says, I appeared to you when you were in trouble. That place was better. Go back there. God die zegt van, ik ben aan u verschenen toen je in problemen was. Ga terug daar. Look at verse 2. Kijk naar vers 2. Then Jacob said unto his household and to all that were with him, put away. Everybody say, put away. Put away. The strange gods that are among you and be clean and change your garment. That is revival.
opwekking. Die zegt van reinig u en verwissel uw kleren. God only says. God die zei. Go back to battle. Ga terug naar battle. We are appear to you. Ik zal bij u verschijnen. You can never be. God cannot start revival without you having more vision. God kan geen opwekking beginnen zonder dat jij zoveel meer visie krijgt. Nobody tells him what to do. Niemand vertelt hem wat te doen. He ran to his family. Hij is gerend naar zijn familie. He said, get ready. Hij zei, wees voorbereid. Wees voorbereid. All the strength goes to God. Al die vreemde goden dat je hebt. Change your clothes. Change your clothes. Change your clothes. Heb andere kleren aan. Change your clothes. Ga andere kleren aan. I'm telling you today. Ik vertel u vandaag. When revival comes around. Je opwekking die is daar dichtbij. Your clothes will change. Yes, je kleren die zullen veranderen. Your clothes will change. Je kleren zullen veranderen. I don't care. Het maakt mij niet uit. Listen to me. Luister naar mij. You take example of people who are fighting God. Neem voorbeeld van de mensen die God, die struggling against God. Die tegen God gaan. And they call themselves prophets. En ze noemen zichzelf profeten. She will come up in the stage. Zij zal daar komen op het podium. All she is doing. Alles wat hij doet. Is just gifts. Is gewoon gifts. Gaven. You say, look at what she is doing. Zeg van, kijk wat ze doen. Kijk wat ze aan het bidden is. Her clothes is not different from the clothes of the people on the streets. Haar kleren zijn niet verschillend dan de kleding van de mensen op straat. Her nails are not different from the nails of the house. Haar nagels zijn niet verschillend van de hoeven. Her person is not anything away from Jezebel. Haar kleding is dezelfde als die van Jezebel. The mascara is still there. De mascara is helemaal. Jezebel has a mascara. Jezebel die heeft masker. The woman on the streets. De vrouwen op de straat die hebben die masker. The woman in red house has the masker. De hoeren daar in het rode huis die hebben dat. Her eyebrow is longer than even her fingers. She is not different. De wenkbrauwen die zijn zo lang. Het is geen verschil. The first thing that we do is to put blood like a Dracula on their lips. Eerste wat ze doen is om bloed te zetten zoals de Dracula op hun lippen. And all the strange gods. En al die vreemde goden. Which they call earring. Wat zij noemen oorbellen. I have said it and I'll say it again. Ik heb het gezegd en ik zeg het nog een keer. Anyone wearing earring. En iemand die oorbellen heeft. You are putting on the strange god. Dan heb jij een vreemde god. And God says. En God zegt. No any other god. Geen enkele andere god. Let's read it. Laten we het lezen. Follow me. Volg mij. Verse 2. And Jacob said unto his household, and to all that were with him, put away the strange gods that are among you, and be clean. It's time for you to clean your house. It's time for you to clean your wardrobe. Het is de tijd. It's time for you to clean your family. Het is tijd om je familie schoon te maken. And change your comments. En we verander je kleding. Change your comments. Verander je kleding. You wear trousers, you're going to hell. Je doet broeken aan en gaat naar hel. Maakt me niet uit. Whoever is preaching to you. Die are wat waar ik mee spreek. If God is God, let us be God. Let us worship God. Laat ons God aanbidden. That is why the houses and the family, they are not rooted in God. Daarom zijn de huizen, ze zijn afhankelijk van God. Rachel was bringing that God. Rachel die bracht die God binnen. Before now. Voor nu. Rubbish was going there. Was allemaal rare dingen die daar gebeuren. Maar hij zei. Give me the strange gods. Geef me die rare goden. Clean up. Maak schoon. Change the comment. Verander je kledij. This one has to go. Dit die moet weggaan. This one Manchester. Al die Manchester die moet ook gaan. This one has to go. Die van de billen eruit, die moeten ook weg. Because in battle. Want in battle. You will dress different. Dan zal je anders kleden. In battle. In battle. You will not bring the strange gods. Dan breng je geen vreemde goden. Who is battle? Wie is battle? Battle is the church. Battle is the kerk. We can dress like the people in the world. We kleden ons niet als de mensen van de wereld. There must be a Jacob. Daar moet een Jacob zijn. Amongst the pastors in this country. Gedurende de pastors van dit there land. Must be a Jacob. Daar moet een Jacob zijn. Amongst the men of God in the world. Tussen de mensen van de God. The Bible, the people, the churches are still in shaken. De kerken en de mensen die zijn nog steeds in zieken. Jacob says, revival has come. Jacob zegt, de opwekking is gekomen. Change your comments. Verander jouw kledij. And he says. En hij zegt. In verse 3. And let us arise.
and go to Bethel, and I will make thee, and I will make thee an altar to God, who answered me in the day of my distress, and was with me in the way which I went. Look at verse 4. And they gave unto Jacob all the strange gods which were in their hand. What is that? Bangles. The armbanden. Am I reading? Okay. And all their earrings. Everybody say earrings. Yes. Mark it there. Earrings. The Bible calls it, if you look at it in verse 4, it said, and they gave unto Jacob all the strange gods, which were, those gods were in their hand as a bangle, and all their earrings, all. Everybody say, all. All. You say, well, it is little. Well, it is not big. God, listen. I'm not looking at your faces. Don't come next Sunday if you don't want to come. Come volgende week zondag niet als je niet wil komen. I am the one now to make you stand straight. Ik ben degene nu die u helpt om sterk te staan. I will not take your problem anymore. En ik zal uw probleem ook niet meer aannemen. All of you who now have changed. Allemaal van jullie die veranderd zijn. Don't look at the people. Kijk niet naar de mensen. Who are still in shaken. Die nog steeds in shaken zijn. If God is God, let us worship God. Als God God is, laten we hem dan aanbidden. There will be revival in the house. Er zal opwekking zijn in het huis. There will be revival in your life. Er zal opwekking zijn in uw leven. She will never put on earring if she doesn't put earring. Zij zal nooit een oorbel opzetten als zij dat niet doet. They will never, your daughter will always be like you. Je dochter die zal altijd als u zijn. I'm telling you today. Ik vertel u vandaag. The devil has captured us too much that too long. De duivel heeft ons te veel gepakt. Jesus is coming. Jezus komt eraan. I will not tell us to remove the earring because I want us to look different. I am going to the world. I don't have time. I will preach it again and again. And I have Bible passages to line them up. When you have those in your ear, you have a strange God. If God wanted to open your ear, no, he will perforate it when we were created. I know you will define me, I don't care. Next Sunday come with your earring, but God knows I have said it. Ik weet dat u doet gezien alsof u niet hebt gehoord van de week op de woord en oorbel. Opwekking begint met wat je aandoet. Many of you are not doing enough because there is something you are struggling with. Veel van jullie doen niet genoeg, want er is iets waar je mee strijdt. And that thing is strange God. En dat is een raar God. Which is in your hand. Vreemde God, wat is daar bij handen? And earrings. En de oorbellen. Let's read it again. Laten we het nog een keer lezen. The first commandment. De eerste gebod. Thou shalt not worship any other god. U zal geen enkele andere god aanbidden. That's why I'm taking you to these strange gods. Daarom neem ik u mee naar deze rare andere goden. And he said, and Jacob hid them under the oak which was by Shechem. He knew it. He did not give it away. Hij wist het, maar hij heeft het niet afgegeven. He did not go and sell it. Hij heeft het niet verkocht. And make money. It is the same thing. Het is dezelfde. Those things cost money. Die dingen die kosten geld. And he buried it there. En hij heeft het daar verkocht. And he said, move on. En hij zegt van, loop maar door. We are not getting better with God. Nou worden we beter met God. You know, he said, well, my heart, God looks at your heart. Oh, mijn hart, God kijkt naar mijn hart, dat zegt hij. Jacob in us, he said, take away those things. Die zei van, neem die dingen weg. That was the first revival. Dat was de eerste opwekking. And in verse 5. En in verse 5. And the journey and the terror of God was upon the city. Terror of God. That is the presence of God. We are round about them, and they did not pursue after the sons of Jacob. These were children that killed and destroyed and murdered people. But because now revival has come into the family. Maar nu is er opwekking in de familie. Revival has come. Opwekking is daar. So the people of the world could not pursue them. Dus de mensen van de wereld die kon hun niet achtervolgen. They could not hurt them. Die kon hun niet pijn doen. Why? Waarom? Because revival has come. Want opwekking is binnengekomen. I'm telling you something. Ik vertel u iets. It will start from your dressing. Het zal beginnen van uw kledij. Change the clothing of your children. Verander de kleding van uw kinderen. That will tell them you mean business. Dat vertelt hun dat je echt serieus bent. If you dress like a dazzikali on the day you go to work and come to church and dress like a Christian, you are a hypocrite. And hypocrites will go to hell. And hell goes forever and ever. Als je anders kleedt dan dat je naar de kerk komt, dan ben je gewoon een hypocriet. En een hypocriet die gaat naar de hel. When I have 10 people, wanneer ik 10 mensen heb and we are ready, en we zijn klaar, it is good for me. Dan is het goed voor mij. I can't go
continue like this. Ik kan niet zo doorgaan. I need to revive homes. Ik moet de huizen opwekken. And revival come for us to be different. En opwekken kwam voor ons om verschillend te zijn. That is what is revival. Dat is wat is opwekking. We will talk different. Je zal anders praten. We will dress different. Je zal anders kleden. We will act different. We zullen anders doen. From the people around us. Van de mensen onder ons. We don't look on wrong examples. We kijken niet naar verkeerde voorbeelden. I have no time to teach you why earrings are God's is in the Bible. I've taught you a little bit one time, but I don't have the time to go there. But I congratulate every one of you in sincerity who is dressing for God to remain the same. Do not be influenced. Do not be distracted. Don't look at the people in the world. Don't look at the people that will take you back to shaken. It's about your life. It's about your revival. It's about your family. It's about them standing in the way of the Lord. It's about them being guided and granted in the Lord. It's about to jamming the door of your home. That the enemy don't come in because of the dressing. And because of strange gods. You know, we said this is little. It's those little things that I said last week that will bring us into hell. It's just that little thing that will make us to be forsaken by God. When you come to shaken, you will remain as an unbeliever. No matter how much you try to know God, God is not there. You go and read chapter 34, all through from verses 1. There's no place God was mentioned. There was no place God was mentioned. Nobody will remain in the world and feel the presence of God. Nobody will remain in the church. Even if you come to the church and you are worldly, you will not hear God. You will not see God. But when you begin to move to Bethel, Bethel will bring you to the presence of God. And God will protect you like he protected the children of Jacob. Because they dress different and the gods have been thrown away. Who's on your side? If God be God, as God hope is, let's worship him. Laten we hem aanbidden. If Baal is God, as Baal God is, laten we hem. If it's the God of the Amorites that is over the sea, over the river, as the God is van de Amorieten die over de rivier is, laten we hem. But as for me, maar als voor mij and my family, en mijn familie, we will worship the God of heaven. Wij aanbidden de God van de hemel. As Lord Joshua. Dat is wat kerk zegt. We worship God. Wij aanbidden God. We worship God. Wij aanbidden God. En we zullen het doen. Stand up. Sta op. And we commit yourself to God. En geef jezelf terug aan God. Jezus komt. I'm coming for a committed church. En komt voor een kerk die echt getrouw is. We are going to be different. Wij zullen verschillend from today. Vanaf vandaag. No more compromises anymore. Geen meer compromissen. Fight this war with me. Vecht deze wereld. So that your homes shall be free. So that in fight this war with me. Vecht deze so that your family shall be free. So that uw familie vrij zijn. Fight this war with me. Vecht deze oorlog so that we shall be free. So that wij vrij zijn. Let me begin to pray. Begin te bidden. In the grace of God. Laat van de Heer. Let me begin to pray. Begin te bidden. In the authority of God. In de autoriteit van God. Let me begin to pray. Begin te bidden. In the will of God. In de wil van God. Say today. Vanaf vandaag. I give myself back to you, God. We see how my sister was praying today. She prayed because God wants revival in the church. And that revival will start off from today. From now. Reconsecrate yourself back to God. Call on God today. I want to go to Shechem. I mean to Bethel. Lead me back to Bethel. I surrender. Let me dress for Bethel. Let me talk. Let me change and remove all strange gods and go back to Bethel. Bethel is where God will meet you. Bethel is where God will meet with you. Bethel.
to pray. Let us continue to be in the presence of God. That the things of this world will not take us away from God. In the name of Jesus. Anything that is holding us bound, right now we command them to pack their luggage and go. Revival. 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 From now onward, we will follow the Lord. We will not disobey Him. The spirit of this world will not take our children away from Him. In the name of Jesus. Father, we thank you, Lord. We bless your name. We thank you, Lord, for the word of God that you have passed through the man of God. You have mentioned about the seven churches. It's all about the church of Philadelphia. Lord, we come before you this afternoon. That your church will observe your word, O Lord, and we will dwell at your presence. We will obey you, O Lord, Father. Anything that will make us to disobey you, O Lord, Father, today, O Lord, it is over. And let the peace of God reign in our lives. Lord, we give you praise, we give you honor. In Jesus' mighty name we pray. It's given time. Let us give up.